Hallo allemaal, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag zijn wij in Arjenstad en we zijn hier voor een game review. Iemand heeft hier een game review aangevraagd en dat dit keer voor Amsterdam Stad. Of Amsterdam Stad, wat zeg ik nou? Ik bedoel Arjenstad. Nou, we hebben hier een leuke speeltuin. Ja, very nice. Alleen jammer dat het er een beetje FM uitziet. Volgens mij is het ook FM. Maar daar gaan we geen aandacht aan besteden. We zijn hier voor de goede dingen van de game. Nou, we hebben hier als ik hier span al gelijk een paar mooie huisjes. Ik vind het wel heel realistisch gemaakt. Ook mooie reflectie in de ramen. Ziet er goed uit, ziet er goed uit. Nou, hier verderop hebben we dus nog een huisje. Oh, ziet er ook wel nice uit hoor. Nou, aan de huisjes is niks op te merken. De huisjes zijn top. Hier staan de boompjes. De boompjes zijn ook wel top. Dus even in een boompje klimmen. Oh, dat wilt hij niet. Nou, we hebben hier de praxis. En in de praxis, daar kunnen we blijkbaar niet in. Oh, toch wel. Nou, bij de praxis hebben we allemaal... rekken. Hebben we ook een kassa. Nou, jammer genoeg hebben we geen kassa. En dit deurtje kan niet open, maar die ander wel. Oké, onhandig. Nou, we zijn in Arjenstad. De owner is Just Arjen. De tweede owner, ja, ik ga deze naam even niet uitspreken. Vincent de Netherlands. Martijn, nog heel veel devs, toen maar, Mark Rutte 11, ja. Nou, ze hebben hier genoeg devs, Sion, ja, het zal wel, deze gast ken ik volgens mij. Hoest, kuch. Nou, we hebben hier allemaal rip dingen, ik krijg allemaal meldingen binnen, volt voor 3 dubbeltjes. Tease, peace. Super, ik sta in je piece, Ties. Wil je even je piece opruimen? Nou, we hebben hier hele mooie hooibalen. Vind ik goed gedaan. Volgens mij, ja, is wel very nice. We hebben hier ook nog even wat windmolentjes. Hebben ze heel veel van. En ze hebben koetjes. Boo, I am the koe. Nou. Arjen heeft een koe als foto op Discord. Dus ja, hier hebben we koeien. Hier hebben we dus even een boerderijtje. Hier kan je dus auto's, trekkers spannen. Even naar de boer. Ja, huppa, we zijn in het boerenteam. Mooi hark hierbij of zoiets. Hoe heet dat? Een drietand. Stijn, een drietand. Sorry jongens dat ik me een beetje verspreek. Ik ben gewoon een beetje niet zo scherp vandaag. Nou, geef mama een chondeer, mignon. Lekker aan. Laden chondeertje. Volgens mij is mijn wifi niet zo top. We gaan gewoon in die chondeer zitten. Nou, goede chondeer hoor. Met de wielen zijn er. Yes, de chondeer is ingeladen. Nou, dus een chondeer. We gaan hem even bijtanken. Nee, grapje. We hebben hier weer wat mooie huisjes. Zien er ook weer zo nice uit. Ook weer lekker reflectie gebruikt. Oké, hier rechts hebben we echt mooie huisjes. Goed bezig. Hier links ook weer. Allemaal dezelfde huisjes. Hier. Deze straat. We gaan even hier naartoe. Oh. Ja. Stijn botst weer tegen een paal aan. Alsjeblieft, werk nou even mee, trekker. Ja. Oké, de trekker werkt mee. Zo. We hebben hier wat plantjes en Donald Duck. Sorry, Donald. Ik ben weg. Doei. We hebben hier lantaarnpalen waar ik bijna tegenaan bots. Wat is dit, Stijn? Nou, ziet er goed uit. Ziet er goed uit, die lantaarnpaaltjes.
Ja. Zo, FP. Nou, ik ben aan. Als boer ben ik hier bij de lantaarnpaal gaan staan. Nou, de lantaarnpaal ziet er goed uit. Ziet er inderdaad nice uit. Dit zijn goede lantaarnpalen. Nou, hier kan je dus blijkbaar iets afhalen. Bedankt McDonald's voor je koffie. Hier hebben ze van die apparaten. Apparaten, jong. Nee, dit zijn van die apparaten waar je dan zeg maar in kan tikken. Ik wil een Big Mac, frietjes erbij, milkshake, huppa, pinnen, handje contantje. Help, halen die hap. Mijn nummertje. Gewoon nummertje hierop zetten. Klaar. Zo makkelijk gaat het bij de Mac. Zo, we kunnen weer lekker door. We hebben even wat gegeten. Lol. Nou, we gaan verder. Ik mag helemaal niet over de snelweg met deze tractor. Trouwens, Arjen zegt dat deze tractor niet van Zenzima is. Arjen, even de informatie. Het staat er letterlijk op, vriendje. Nee, ik zei dus een keertje. Hey, Arjen, bro. Hij had dus een foto laten zien over deze John Deere, jong. Nou. En, man. Ik kan echt niet rijden. Lekker, Stijn, je zit weer lekker vast. We laten het zo. Niet mijn probleem. Ik ben de owner niet. Nee. Maar Arjen, die zei dus, die had dus een foto geplaatst. En ik zei, hey, mooie trekker van Zenzima. Toen zei hij, nee, die is niet van Zenzima hoor, die is FM. Maar mijn broertje had dus die trekker van Zenzima. Of ja, nou in ieder geval dat zei hij. En toen zei Arjen, nee, hij staat FM. En toen liet hij een foto zien dat hij FM stond. En toen dacht ik, nou, mijn broertje heeft gelogen. Nu kijk op die tractor. Wat zie ik staan? Zenzima. Wie heeft er gelijk? Geen van beiden. Hij staat FM en hij is van Zenzima. Dus we hebben allebei gelijk. Gefeliciteerd Arjen, je hebt gelijk. Gefeliciteerd Stijn, je hebt gelijk. Nou, we hebben hier nog wat mooie huisjes. Ziet er allemaal wel lekker uit. Lekker uit. Alsof het meisjes zijn of zo. Of alsof het eten is. Het ziet er allemaal wel lekker uit. Arjen Bank. Welkom bij Arjen Bank. Hier kan je alles betalen en halen. Ja, een mooi geldmaat. Ook mooie foto's. Ik zou, naar mijn mening, had ik er een paard van gemaakt. Maar ja, we gaan even een bank al val doen als boer. Yeah. Oh, ziet, gaat niet helemaal goed zo te zien. Kan ik langs hier binnen? Yeah. Oh, kan ik niet meer bewegen? Kan ik niet meer bewegen? Nou. Zo. We zijn aan het overvallen, is die 100%. Dus dan mogen we weg, als het goed is. Wacht, wat? Oh, volgens mij komt de politie eraan. Snel, loesoe. Nou, dit is volgens mij de Kamar Base of zoiets. Of de oude Kamar Base of zo. Nou, die is helemaal vervallen. Je hebt een pinautomaat. Nou, ik weet niet waarom die daar staat, maar hij staat er. We hebben hier een mooie speeltuin weer. We hebben net een overval gedaan. Hebben we nu mijn geld gekregen? Even kijken of ik mijn geld heb. Ik kan het even niet zien door het opnameknopje. Volgens mij heb ik mijn geld gekregen. Ik heb nu 10.000 euro. Volgens mij begon ik met 5.000 euro. I don't know. Ik weet niet hoeveel geld je hebt als je deze game voor het eerst speelt.
Nou, we gaan even kijken bij de politie. Kan dat? Kan dat? Nee, kan dat niet? Brandweer? Ik zit allemaal niet in die groepen. Burger kan wel. Nou, we gaan nog even het politiebureau en zo checken. En een brandweerpost. Dus we gaan even hier naar de brandweer. Of nee, de ambulance. Zo. Ziet er allemaal wel lekker uit. Lekker uit. Zeg ik het weer. Ziet er allemaal wel goed uit. Mooie textures. Zo. Mooi hoor. Goed gemaakt. Deze vind ik echt nice. Alleen ik weet niet. Ik weet niet echt. Ja. Er zijn af en toe wat dingetjes wat ik iets minder vind. Kap eens met die meldingen. Ik ga zo meteen het wel uitzetten dat ik elke keer van die meldingen krijg. We hebben hier een huisje. Wat is het nut hiervan? Weet ik veel. Arjen vond het gewoon leuk. Ja, dan moet je het gewoon doen hè, als je het leuk vindt. Hebben we weer wat farmpies. Ziet er allemaal wel lekker uit hoor. Oeh, oeh, oeh. Dit zijn wel mooie farmpjes. Nou, wat heb ik erover te zeggen? Prima game. En we gaan even naast Arjen staan en dan gaan we even zeggen wat de uitkomst is. We gaan even dichter bij Arjen staan. Nou, voor de gebouwen geef ik deze game een 8,5. Voor de auto's geef ik het een 7,5. En voor de hulpdiensten geef ik hun een 8. Voor de RP, ik heb niet echt RP gezien. Ik heb het wel eens een keer gespeeld en toen was de RP redelijk slecht. Maar ja, tijdens het Arjen event of zo, tijdens zijn verjaardag, was de RP ook niet heel erg goed. Dus ik geef de RP een 7. Dus de uitkomst is, zullen we zeggen, of ja, ik geef de RP een 6,5. Zullen we zeggen, de uitkomst is een 7,5. Dat is het gemiddelde. Een 7,5. Zo goed is de game. Ik zou jullie aanraden om deze game te spelen. Wil je me alsjeblieft niet irriteren. We zeggen even tegen Arjen. Je game krijgt een 7,5. Gefeliciteerd of zoiets. Ik volgens mij spel ik het totaal verkeerd. Ik heb dyslexie, jongens, kan ik niks aan doen. Nou, we gaan de outro doen, dus dan zeg ik: dit was de video en ik zeg laters.